kijkers van ToGaming.nl, mijn naam is Koen. Dit is een nieuwe serie, namelijk Friday Fish, de zaak van de gestolen trompetschelp. Een spelletje uit mijn kinderjaren, dus ik dacht zo van, hey, waarom ik eigenlijk niet? Ik ga hem gewoon even lekker voor ToGaming.nl spelen. Het is een fantastisch spelletje, dus dat belooft heel veel goeds. Ah, daar zijn onze twee vrienden, Freddy en Lubasal. Geweldig! Dat betekent dus al gelijk dat het een geweldig avontuur gaat worden. Ze worden op het heel vervoerd door een enorme pelikaan in een emmertje water. Want ja, zoals we al weten, vissen hebben nou eenmaal water nodig om te kunnen overleven. Zonder water gaan ze best wel pittig dood eigenlijk. Dus ja, Freddy Fish, de zaak van de gestolen trompetschelp. Met heerlijke muziek, heerlijk landschap en heel veel plezier. Dat is waar het ook wel om draait, toch? Wat een zachte landing. Lubas. Is hij ooit zacht geland? Überhaupt? Vraag ik me wel eens af. Bedankt voor de lift, Sam. Oh my god, oké. We gaan aan de bak. Let's play the game, shall we? Holy shit. Oh my god. Nou, daar gaan we. Het eerste wat we tegenkomen is een paarse zee-egel. Hé, hey, Lubas. Wat zeggen Oh, dan gaan we het spellen natuurlijk. E-E-E-G-E-L. Ja? Zee-egel. Een quiz. Huh? Even denken. Gelukt niet. Doe niet zo mal. Wauw. Het antwoord is zee-egel. Net als in, kijk daar. Een paarse zee-egel. Zee-egel. Het zal allemaal wel. Wauw. Oké. Wat hebben we hier? Ik vraag me af wat er zou gebeuren als ik aan deze snoep trok. Dan gaat het net omhoog. Hey, super duper fantastisch. Goed zo. Net hoe is dat net daar überhaupt ooit terechtgekomen? Met stoppen. Oh, Lubas. Dit kan ik maar beter bij me houden. Je weet maar nooit wanneer zo'n stop nog van pas kan komen. Ik vind het allemaal wel tof dat ze dit soort dingetjes doen. Wat je kunt doen is gewoon allemaal spullen die je tegenkomt meenemen. En die kun je dan later in de game gebruiken. Dat vond ik altijd wel tof. Lubas, Freddy. Oom Benny. Oom Benny. Oom Benny zit even lekker te chillen in de gevangenis. Gezellig. Oom Benny, wat doe jij in de gevangenis? Wel, Lubas, de grote trompetschelp is gestolen. Oh nee, toch! Kan het geplande festival van de Zilte okay, Zee sorry. Niet doorgaan. En aangezien ik de grote scharbewaarder ben van de schelp, ben ik de hoofdverdachte. Wat? Waarom zou de schatbewaarder van de schelp de hoofdverdachte zijn? Ik vraag het. Ik weet het niet. Een tekening van de grote trompetschelp. Net voor ze werd gestolen. De heel erg waardevolle grote trompetschelp had 3 gouden pijpen. Maar die kunnen eruit zijn gevallen. Nou, dat is lekker stevig. Waarom zouden die gouden pijpen eruit vallen? Zitten ze zo ontzettend los dat ze gewoon... Nadine de Narwal? Ik weet het niet. Het zal me wel. Ik ga er maar niet te veel aandacht aan besteden, want dan zijn we uren bezig. En Zeepvert, de toerist. Oké. Geinig. Kan uw hond u dan niet helpen om de dief te vinden? Dat zou toch kunnen, hè? Zijn neus is niet meer wat hij ooit geweest is. Oké. Maar als hij even aan de 3 gouden pijpen zou kunnen ruiken, dan kan hij het spoor wel terugvinden. Wij zullen de 3 gouden pijpen wel terugvinden, oom Benny. Jij bent mijn enige hoop, neefje. Jij en je vriendje Freddy Fish. Er is nog wel even iets wat ik wil laten zien, waaronder dit. Dit is wel leuk. Oh mijn god, ook een keer weer een andere poster van een persoon die gezocht wordt. Dat is best wel geinig op zich. Dit is ook wel leuk, moet je opletten. Politieagent. Lekker lunchje. Oké, dit vond ik altijd wel leuk. Dan kun je hier al een mooi visje maken. Wat ik dan zeg maar vroeger ooit wel eens gedaan heb. Is ik heb echt heel erg veel van deze dingen gemaakt. Dan heb ik wel eens op die printknop gedrukt. En dan heb ik 1000 van deze dingen geprint. Nee, dat is niet waar. Ik heb wel eens eentje van die dingen geprint, volgens mij. Maar het is niet zo dat ik opeens 100 geprint heb.
Maar goed. Ik heb er wel eens een paar geprint. In ieder geval, we gaan er wel eventjes een beetje rondkijken. We hebben hier dus nog steeds die stop. Dat is een stop. En we hebben een paarse zeeegel. Die paarse zeeegels, die heb je uiteindelijk nodig om hier naar binnen te kunnen. Kom dat zien, kom dat zien, jongens en meisjes. Het meest fantastische onderwater-evenement van het festival. Hij is een bedrieger. Hij bedriegt mensen. Nou ja, vissen in dit geval, eigenlijk. Maar dat maakt niet zoveel uit. We gaan nog even hierheen, want hier is gelijk een heel erg leuk gedeelte van, het van de game te vinden. We hebben hier namelijk, kijk, Freddy, een paarse zeeegel. Een paarse zeeegel. Nice. Hebbes. Hebbes, te gek. Dan hebben we eventjes deze. Bam. Kijk, Lubas, de doorgang is vrij. Schitterend, dan kunnen we gelijk hier naar binnen. Hier is gelijk iets heel erg leuks te vinden. Ah, er zit hier geen... Hoe heet zo'n ding? Zo'n gouden pijp. Die is er helaas niet. Dat is best wel jammer. Ik wil het alsnog wel even laten zien. Hebben we die buis opengemaakt. Dit zijn de bubbelende bochtenbuizen. Moet je opletten wat er gebeurt. Ik druk wel even deze aan. Ik denk dat je daarmee twee toertjes ineens maakt. Ja, dat zou wel lukken. Oké, okay, we drukken even op de playknop. En... Wauw. Holy shit. Dat lijkt me zo episch. Dat lijkt me zo vet, hè? Maar goed, helaas, dit soort dingetjes kun je niet hebben in het, echte leven. Maar maakt niet zoveel uit. Oh, we nemen even een plastic schepje mee. Kijk, Lubas. Een plastic schepje. We kunnen het gebruiken om een gat te graven tot helemaal aan de andere kant van de wereld. Natuurlijk. Dat zou wel kunnen, ja. Oh, Lubas. Dat is zo geinig. We gaan even hier naar binnen. Ah, kijk. Kijk, Freddy. Ik heb een paarse zeeegel gevonden. Geef hem maar hier. Dan bewaar ik hem voor later. Hij vindt ook echt alle paarse zeeegels. Hij vindt ook echt alle paarse zeeegels, lijkt het wel. In ieder geval, dit is de waarschuwingsmachine van oma Octavia. Dus daar klikken we er gewoon even op. Wat was de toekomst? Schijn bedriegt. Kan ik niks tegen inbrengen? Er zitten nog meer van die leuke spreuken tussen. Die komt er nog één. Oost, west, thuis, best. Zou mijn moeder in die machine zitten om al die spreuken op te schrijven? Nou, dit zijn niet echt spreuken, maar dit zijn gewoon leuke gezegdes. In ieder geval... Oh jee. Oh jee. Ze hebben een carnavalorgel gebracht voor het festival van de Zilte Zee. Ik ben dol op muziek. Oh jee. Oh jee. Dit meen je niet. Het geluk... Oh my god, dit is fantastisch. Waarom nou toch, jongens? Waarom? Oké, okay, de bedoeling is eigenlijk vrij simpel. We hebben hier een gouden pijp. Kijk, dat is één van de gouden pijpen. Je hebt gelijk, maar... Hoe krijgen we ze uit die glazen kast? Dat lijkt me geen makkelijke opdracht als je het mij vraagt. Nou, het is eigenlijk vrij simpel. Ik ben blij dat ik het je niet gevraagd heb, hoor. Ah! Oké, okay, het is eigenlijk vrij simpel. We moeten namelijk op deze knopjes drukken. Ik heb de indruk dat de oranje sponsen de gouden pijp dichterbij laten springen. Klopt. Het is zeg maar gewoon de bedoeling dat we die gouden pijp uiteindelijk tot het eindpunt brengen. En dan krijgen we de gouden pijp als hoofdprijs. Dus super chill. Die blauwe sponsen bewegen de gouden pijp naar ons toe. Er is wel even iets heel erg leuks wat ik wel even wil laten zien. Dit. Oh, oh. De gouden pijp is weggebotst op die rubberen stop. Dat vind ik altijd wel leuk. De volgende. Schitterend. Ja toch. Goed zo. Huppakee. Oh, dat gaat dus niet op deze manier. Ik heb de indruk dat die paarse sponsen de gouden pijp verder van ons weg laten springen. Ja, dat klopt. Dus dan moeten we even dit zo doen. Oh, ik dacht dat ik op die blauwe knop drukte. Jee, het is ons gelukt. Nice. Hey, Freddy. Maak jij dat ook? Wat dan? Wat?
De zoete geur van het succes. De zoete geur van het succes. Hebben we nu nog maar twee gouden pijpen nodig, zodat Suffy het geurspoor kan vinden. Fantastisch. Dan gaan we even hier naar binnen. Oh, dan krijgen we even een cutscene. Wat ik heb meegemaakt. Niemand kent mijn verdriet. Wat ik me afvraag is waarom Suffy niet, hoe heet dat? Ik vraag me af ook met hem in de cel zit. Maar dat maakt niet zoveel uit. Waarom zit ook Benny überhaupt in de cel? Nou ja, maakt niet zoveel uit op zich. Freddy, ik ben zo bang in het donker dat ik zelfs niet meer kan denken. Wel, als we het hoofd koel houden, zullen we wel een manier vinden om hier licht te maken. Moet wel goed komen, toch? Nou, hier vinden we in ieder geval even niks. Maar het lijkt mij ook dat het niet zo donker is. Oh, ik wou net zeggen, staat de muziek opeens voor de rest van de game uit? Maar dat maakt niet uit. Oh, er was nog even iets wat ik wil laten zien. Dat standbeeld kan praten. De stichter van het festival is een van de meest geliefde vissen van de oceaanbodem. Zonder hem zou dit hier maar een doorsnee koraalrifje zijn. Nice! Oké, we gaan even lekker door. Ik weet dat hier nog iets te vinden valt. Ah, hier is niks volgens mij. Dit is... Ik ben Lubas en dit hier is mijn beste vriendje, Freddy Fish. Hallo! Mijn naam is Gert Zeevaart, is mijn naam. Gent, mooie stad. Met dat vertaalboek zal onze vriend zich tijdens een reisje nog kostelijk amuseren. Oh. Zijn Nederlands is niet zo goed, maar het maakt niet uit. We gaan even hier naar binnen. Want volgens mij moeten we hier nog wat... kunnen vinden. Ah, hier is niks. Jammer. Meestal is hier nog wel een gouden pijp te vinden. Oh, kijk! Wat is het, Jan? Excuseer, maar ik vroeg me af of we die zaklamp konden lenen om de gouden pijpen te gaan zoeken. Oh, god. Als die zaklamp in ons clubhuis ligt, dan zal dat wel betekenen dat het de zaklamp van het clubhuis is, ja? Misschien heb je het nog niet gemerkt, maar dat is hier de pestkopclub, ja? En ik ben toevallig de voorzitter. Oeh, daar kunnen we maar veel beter geen ruzie mee zoeken. We gaan snel weg hier. Hier valt niet echt veel te vinden momenteel, dus we gaan gewoon lekker terug. We gaan even hier naartoe en dan zien we wel waar we uitkomen. Volgens mij was hier ergens... Oké, nee, die is er al. Oké, jammer. Jezus! Waarom? Oké, hier kunnen we die schep gebruiken. Hey, Lubas, help me even om die oude holle boomstam uit te graven en in het water... Oh shit, nee, wacht even. Dit was niet helemaal... Kijk, Freddy, er zit iets achter die waterval. Hoi! Lubas! Oh! Ja, waarom zwem je er niet gewoon onderdoor, vraag ik me af. Oef, daar krijg je hoofdpijn van. Ik ook. We zullen een andere manier moeten zien te vinden om door die waterval te komen. Ja, ik heb hem al gevonden. Je moet namelijk aan dit ding duwen. Dan komt hij uiteindelijk onder de waterval terecht. Oh, dan kun je er onderdoor. Zo simpel als dat. Oh, dan ga... Oh... Oké, ik weet volgens mij al wat de bedoeling is. Maar goed, daar komen we later nog wel even bij. Oh nee, we gaan niet naar een showtje kijken. Daar heb ik even geen zin in. We hebben in ieder geval een van de gouden pijpen weer gevonden. Dat is goed nieuws. Dan moet ik nog ergens een gouden pijp kunnen vinden. Maar goed, daar gaan we wel even naar sturen. Wauw, daar gaan we wel even naar op zoek in de volgende aflevering. Sorry. Ik bedank iedereen voor het kijken hiernaar. Als je ervan hebt genoten, doe dan even dat duimpje omhoog. En dan zie ik je graag terug bij de volgende Freddy Fish aflevering. Doei!